Tante Freya? Nee, bij Ooyang. We zijn nu toch bij Ooyang voor de deur. Toch? Ga jij een bloemetje geven? Ah! Daar is Ooyang. Kom een bloemetje brengen voor Ooyang. Hé, Klauw? Ga maar. Ga dan. Geef, ga maar. Mooi, Ooyang. Mooi. Maak niet zo, nee. Nee. Hallo, Ooyang. Hallo, Ooyang. Ooyang, ik ben moe. Ik wil slapen. Ik wil slapen. Ja, ja, kom maar bij mij slapen. Kom. Wat zie je daar? Je fiets. Lang geleden, Klo. Wat een rust in de auto opeens. Chelsea zie je niet, maar die ligt ook te pitten. Hoe is het, vaders? Zo. Ja, Happy Mother's Day, hè? Wat gaan we doen? Verrassing. Leuke verrassing. Leuk. Oké. Okay. En we hadden net eventjes een afspraak gemaakt. Faan vindt het namelijk altijd best wel irritant als ik wat langer over doe om bijvoorbeeld weg te gaan. Ik moet natuurlijk voor twee kinderen alles inpakken, overal aan denken. En hij is al ongeduldig, maar op dat soort momenten heeft hij het helemaal niet meer, net ook weer. Zegt hij, hoe lang nog? Hè? Natuurlijk, zo lang, maakt niet uit. Omkleden, weggaan, thuis blijven, altijd wel. Dat is helemaal niet waar. Maar maakt niet uit. Het gaat er dus om dat ik een afspraak met hem heb gemaakt. Dat hij de volgende keer, dus als we ergens naartoe gaan, dat hij alles moet doen. Dus alle tassen inpakken. Ik ga ook niks zeggen. Ik ga ook nu niet zeggen waar hij allemaal aan moet denken. En dat ga ik dus vloggen en kijken hoe lang dat duurt. Nee, ik weet het zo gezegd. Jij mag gewoon ook Chelsea in bad doen. Ja, is goed. Gewoon echt alles, hè? Ja, ja. Oké. Okay. Geen probleem. Nee, is goed. Dus ik ga dan gewoon op de PlayStation, ja? Ja, wat je wil. Oké. Mag ook in rondjes rijden in de auto, wat je wil. Netflix. Dus dat ga ik dan even filmen. En aan het einde ga ik dus kijken of hij is geslaagd of niet. Of hij alles mee heeft en zo. Dat wordt denk ik wel een hele leuke vlog. Denk je ook niet? Is goed ook. Oké, we zijn nu bij de Villa Arena. In een parkeergarage. Ik heb geen idee wat we gaan doen of wat Faan weer in zijn hoofd heeft gehaald. Dus ik ben benieuwd. Waar gaan we heen? Chloe, weet jij het? Gaan we naar Ajax? Zeg eens tegen mama, waar zijn we nu, Chloe? Waar zijn we nu? Amsterdam. Ik heb net een super mooi cadeau gehad van papa en de kids. Oh nee, het is moederdag. Het is eigenlijk van de kids, hè papa? Maar wel van papa ook, hè? Meerdere kinderen hebben betaald met een creditcard. Maar hij vindt zichzelf weer grappig. Dat is hij heel goed in. Nee, ik heb een heel mooi cadeau gehad. Ik dacht, waar gaan we nou naartoe? We zijn bij de Amsterdam Arena. En waar brengt hij me nu weer heen? Maar we gingen dus naar de Mediamarkt om een nieuwe camera te kopen. Want er staan wat nieuwe dingen op de planning. Waar ik nu nog niet heel veel over ga zeggen. Maar daar heb ik dus een nieuwe camera voor nodig. En die heb ik van de kids gekregen. En nu gaan we naar de Harbor Club. We hebben een bestelling gedaan online voor takeaway. Een Vegabox en sushi. En ik heb ook voor mijn moeder als moederdag cadeautje een sushi box besteld. Maar daar had ze zin in. Het wordt een beetje onrustig achterin. Chelsea, wat is er? Wil je spelen? Ja, we gaan straks buiten spelen met de bellenblazen, oké? Okay? We zijn er bijna, Klo. Gaan we even zingen? We zijn er bijna. Ja, gaan we zingen? We zijn er bijna. We zijn er... Wat? Papa ook. Kom op, papa. Laat je stem horen. We zijn er bijna. Ik hoor je niet, maar nog niet helemaal. Helemaal.
bijna, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Goed zo! We zijn nu bij mijn ouders thuis en ik heb even sushi afgeleverd. Happy Mother's Day, mam. Dankjewel, lieverd. Ben je wel op de camera? Ja, dankjewel. Let's unbox this bento box. Ja, mama komt je helpen, maar mama heeft heel veel trek. Mama, je schoenen uitdoen. Woehoe! Yes! Dit is een vegetarische box. En dit is voor mij mijn favorite sushi, de salmon torch. Oh, lekker! En we hebben even een patatje erbij gehaald. Lekker fout. Ik ga even snel op tafel dekken. We hebben echt trek. Het is vandaag weer maandag, dus weer tijd om te gaan werken. Hè, papa gaat naar zijn werk, hè? Nee, niet doen. Pas op. Maar papa, tot straks. Tot straks, papa. Niet doen, pestkop. Jeetje. Doei, papa. Super lief. Oompie Sergio en tante Michelle waren net voor de deur. Hè? Even op raambezoek bij jou. En ze hebben een cadeautje voor de deur gelegd. Daar ligt hij. Dus mama gaat hem even pakken voor je. Dan gaan we hem even uitpakken. Kijk, Jels. Gaan we het uitpakken samen? Oh, wat leuk. Oh, vind je het ook leuk? Oh, kijk eens. Wauwie. Vind je die mooi? Oh. Volgens mij wel. Je gaat erbij praten ook. Ah, zeg maar dank u wel. Oom Pisser en tante Mies. Jouw eerste schoentje? Die je hebt gekregen. Volgens mij. Ja. Dank je wel, Sarah Mies. Ondertussen is het mevrouwtje 10 weken, alweer bijna 3 maanden. En ze heeft nog steeds haar mooie kleur ogen. Groen, grijs, blauw, ik weet het niet. En ik hoop echt dat het zo blijft. Ik weet dat het nog kan veranderen. Zeker nog een paar jaar later ook nog, heb ik gelezen. Maar elke dag dat het weer zo is, vind ik mooi. Hé, Chels? Met je mooie ogen. Ze heeft meer van de Nederlandse kant van mij dan de Molukse of Antilliaanse kant van Stefano. Ik weet niet... Kijk nou hoe blank ze is. Vergeleken met mij, ik ben nu ook een beetje blank, want ik heb niks aan mezelf gedaan. Veel mensen zeggen dat ze op mijn moeder lijkt en op mijn broer. Dat ben ik. Ja. Liefie. Ze is echt heel lief. Vandaag een simpele pasta met champignon en spinazie in roomsaus. Ik heb net 2 knoflookteentjes, een half rood uitje en wat champignons in de pan gedaan. Met wat olijfolie. En dan gaat er een hele pak spinazie bij. Gewoon niet alles in één keer erbij, doe het in gedeeltes. Ondertussen zijn deze twee zusjes even samen aan het spelen. Waarom ben je aan het huilen, mevrouw? Wat is er aan de hand? Ik heb gevallen. Wat? Gevallen. Was je gevallen? Oh, Chelsea ligt wel lekker, hè? Hoi, Chelsea. Voorzichtig, schat. Ga je dansen? Ondertussen is de spinazie wel wat geslonken. Dan kan je er weer een gedeelte bij gooien. Dan doe ik er 2 van deze flesjes kookroom bij. 2. Hier staat trouwens de pasta ook op. Tagliatelle. Dan zet je het vuur wat hoger, zodat de saus een beetje kan indikken. En gooi je er 1 potje van welke pesto dan ook bij. Ik vind deze altijd erg lekker. Het is natuurlijk veel lekkerder om het zelf vers te maken. Maar daar heb ik nu even geen tijd voor.
wil even een snel lekker gerechtje op tafel zetten. Dus daar is deze heel lekker voor. Zo dan. Roeren. Dan zet je even een pannetje op het vuur voor de pijnboompitten. Er hoeft geen olie bij. Dan kun je gewoon zo erin gooien. Houd wel in de gaten, want het wordt heel snel bruin. Het gaat heel snel verbranden. Kunnen er wat tomaatjes bij. Nu alleen nog even wat peper en zout naar smaak toevoegen. En op het laatste, ik had nog wat mozzarella liggen, dus die gooi ik op het einde ook even bij. Ik heb deze pasta voor vandaag. Heb ik net even afgespoeld met koud water vanuit de pan. Dan stopt het met koken. Ik heb de pan even op een wat kleiner pitje gezet. Pasta erbij. En roeren maar. Het is allemaal een beetje moeilijk met één hand, maar het gaat allemaal net. Pijnboompitjes zijn ook ready. Yes. Mozzarella erover. Pijnboompitjes. Dan bewaar ik zo nog even een beetje voor op het bord. And that's it. Yummy. Bedankt weer voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het weer een leuke video. En tot volgende week dinsdag weer. Ik word geroepen, dus ik ga snel. Doei!